De Caribische Agrogezondheid en Voedselveiligheidsagentschap, CAFSA en de SAMAP hebben vandaag een workshop over de toepassing van de tool voor prioritisering van SPS-investeringen voor marktoegang georganiseerd. De workshop wordt gefaciliteerd door de EU en de FAO. Het doel is om de marktoegang van Suriname te verbeteren, zowel voor intraregionale als extraregionale handel. Aldus Gavin Peters, directeur CAFSA. Applying this tool here in Suriname as part of that project makes a lot of sense. So that is what the objective of this workshop is, to apply the PIMA tool here in Suriname. We have thus far regionally, this tool has been applied in two countries thus far, Belize and the Bahamas. So that the Suriname, you are now the third. And this workshop again is a part of that process of the application. Anandram Kisoen, directeur landbouwkundig onderzoek, afzet en verwerking LVV, onderstreepte de praktische waarde van de workshop. We moeten voorbereid zijn op veranderende eisen van internationale markten en ervoor zorgen dat onze producten blijven voldoen aan de strengste normen. Aldus Ram Kisoen. Maar we moeten alert zijn. En met dank ook. Want straks wanneer we onze commodities gaan exporteren, met spoed op de dag. Dat is voedsel voor wij zelf een probleem. Ik ben heel blij dat dit is gekomen vanuit de producenten en de exporteurs. En dat we gezamenlijk hierbij met elkaar gaan praten wat onze strategie zou zijn. U ziet hoe belangrijk het is. Het weer hebben we niet in onze handen, weersveranderingen. Die komen en wij moeten aanpassen. Bovendien hebben we het probleem van climate change. Dat overal, niet alleen in de regio, maar internationaal, ons ook wel problemen oplevert. Deze workshop zal uiteindelijk ervoor zorgen om praktische aanbevelingen te doen die ervoor zorgen dat investeringen worden gedaan op de plekken waar ze het hoogste rendement op investering opleveren. Hierdoor wordt de markttoegang voor Surinamese landbouwproducten zowel regionaal als wereldwijd verbeterd.